En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van... Ik ga iets in wat pop van het mag, joh. En allemaal, welkom terug bij een... En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator Multiplayer. Mijn naam is Michael. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met... Rick. En met... NL Trucker, oftewel... NL Trucker! Ik zwaai weer eens! Oftewel... Ik staat in beschrijving, je weet zelf. Ja, en van Rick ook. En van mij ook. In mijn eigen beschrijving. Maar Trucker, wie ben jij eigenlijk? Nou, ik ben Thomas. En ik stuur vandaag voor het eerst met mijn G29. Dus ja, na 3 jaar. Ja, dus dit wordt lastig, ja. Maar heb je dat helemaal zelf gekocht? Ja. Ah, je bent niet goed. Donaties. Kijk, ja, nu zeg ik. Ja, ik heb wel zelf besteld. Ja, gaat het ook, joh. Daar gaan we helemaal heen, want het moet niet zo lang ritje zijn, hoor. We gaan naar Londen. Londen. God, komt hij weer met zijn frikadellen truck aan. Het is zo jammer. Maar dat komt gewoon puur omdat Londen, dit lijkt heel lang, maar dat valt toch mee. Oh, ik zit vast. Ja, dat zie ik, ja. Langs Europoort, hou er even rekening mee. Ik weet niet hoe het met jouw internet en je pc zit, maar dan ga je lag hebben, hoor. Nee, joh, valt pas mee. Mijn internet is redelijk. Het heeft meer te maken met de pc zelf. Want eindelijk, volgende week krijg ik mijn pc upgrade, om het zo maar te zeggen. Eindelijk. Domme. Horen jullie mijn stuur ook? Ik denk dat je dat nog wel gaat horen. Nee. Dat is daar nog aan het stuur. Aan het team. Voor mij komt er een konvooitje aan. Dat is wel heel handig. Oh ja, denk ik ook bij jezelf gewoon scheid hebben. Nee, ring. 88 mensen hier. Godverdomme. Oh, Rick krijgt het tegen me aan. Oh god, mijn tank is bijna op. Oh, ja, mijn auto is bijna naar de klauw kleren. Ja, maar dat is niet zo handig. Een konvooitje. Je staat god, zo als je naar Rotterdam gaat, heb je gelijk 180 mensen in Rotterdam zitten. Ja, Rotterdam is dan vol. Godverdomme. Mensen kunnen echt niet rijden, sorry dat ik het zeg, maar dan gaan ze... Idioot! Nee, dat merk ik, godverdomme kutskoda! Ja, dan word je doodmoe van die kutauto's. Ja, ik ook. Ik rij nou weer tegen een auto aan waar ik niks mee te maken wil hebben. En nou, mijn auto kan je weer afslaan. Michael remt, rijdt er een auto tegen mij. Hoe snel gaan we, jongens? Want dan zet ik echt mijn cruise control aan. Nou, ik weet niet, gewoon vol gas tot die... Gehakt, bal! Kut die fake. Hoe snel gaan we? Niet te snel, het is geen konvooi, het is gewoon een beetje rijden. Ja, ik ben nog aan het optrekken, Thomas. Ja, maar ik wil geen 110 rijden, want ik weet niet of je weet hoe zwaar mijn stuur op dit moment stuurt. Maar ja, daar krijg ik spierballen van, hoor. Maar, Thomas, ik rij ook niet zo hard, want mijn auto die kapt is soms mee. Ja, ik heb ook nog een stuur met force feedback. Dat is echt leuk met mijn stuur op dit moment. Ik schakel op dit moment niet, want dan moet ik nog even fixen. Maar zodra ik nu schade heb, mijn motor tieft uit, ik sta gelijk stil. Ja, ik ook. Ja, ik ga nog wel een beetje mee. Jullie rijden ook allemaal nog door. Nou, dat gaat goed. Ja, ik rijd op dit moment 100. Ja, ik ben nog aan het optrekken naar 100. Want ik heb nog een oud truckie. Ja, ik rij al iets over de 100. En ik rijd nu bijna 100. Zo, daar komt even een mogol langs zitten. Ik rij 120. Gek. Ik blijf gewoon lekker links rijden. Oh, kut, ik heb mijn radio nog aanstaan. God. Morgen! Ja. Nou, we rijden vandaag met Gamer met Gevoel. Hallo! Daf. Kut. Oh ja. Morgen. Ja, het is echt wow. Oh god, Rick rijdt achter me. Ik rijd voor je. Ja, jij... Ja. Godverd, nee, niet Ricky boy, dat is stalken. Oké, Ricky boy, leuk. Nee, dat is een stalker. Ja, jij hebt stalkers wil je zeggen. Ja, Ricky boy. Ja, voor mij komt hij hier voor mij, maar dat maakt niet uit. Nee, hij was bij mij op Teamspeak. Hij was aan het janken dat hij niet mee mocht praten. Oh. Alleen hij moet straks even instellingen geven dat ik goed kan schakelen. Fijn, Olivier, dankjewel voor het vertellen. Mummelbanger. Wat nou? Olivier, oh ja, dat is jullie big friend, hè? Ja, nee. Nou verdenkt hij dat ik ook hierbij zit, daar zit ik niet eens. En Michael komt hier vol gas langs. Ik denk maar zo van Olivier probeert te vrienden houden. Volgens mij. Nee. Ja. Nee, maar dames en heren, sorry voor de eventuele lagspikes nog. Maar morgen wordt... Nee, morgen.
Morgen ben ik jarig, dan krijg ik het geld van onderdelen, moet ik het nog bestellen. Dus volgende week heb ik een nieuwe onderdelen. Ik ben morgen jarig! Ja, ja, ik ben morgen jarig, joh. Maar ik even langs. Voor de kijkers is dat niet morgen. Voor de kijkers is dit vorige of laatste dinsdag, want ik upload alleen ETS op zaterdag. Of op zondag. Zondag. Zondag, ja. Dus, vandaar. In ieder geval, ja, ik ben morgen jarig, ja. Leuk. Ah, dan kom ik even langs. Zijn ja, ik ook. Ja, Rick, er is inderdaad voor iedereen een uitnodiging. Behalve mijn kijkers, het is een beetje lastig om straks... Maar nou, ben ik uitgenodigd? Ja, hoor. Zijn ook lekkere wijven? Ja, hoor. Oh? Nee, zaterdagavond, dan is het grote feest. Ga toch even optrekken. Zaterdagavond is het grootste feest. Dus als je zaterdagavond komt, dan is het goed. Zaterdagavond is er bier en tieten en tralala. En lekker blijven. Allemaal. Is dit praat voor YouTube? Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel goed. Het is een beetje druk op Europoort. Tering, hé. Een beetje druk. Kutauto's gaan overal te storen. Ik ga gewoon niet meer dit verpeste opname, Michael. Ik niet. Ik wel. Al die mensen die rijden gewoon overal volgens doorheen met die kutautootjes. Eruit halen moet je die auto's echt. Wat vind jij ervan, Thomas, van die nieuwe update met die auto's? Vieze, vuile hoerenstreek. Ja, echt, die auto's zijn gewoon zo kut, je hebt er helemaal niks aan. Want die convoys, als er één voor je rijdt met lek, nou dan zit de volste truck zit er achterop. Dus waar zijn die dingen handig voor? Als iemand vraagt, mag ik meerijden met zijn auto in je convoy, dan zeg ik ja, achteraan. Doei. Ja. Ja, achteraan mogen ze van mij meerijden, als ik er maar geen last van heb. Ik heb echt een pest tegen die kutauto's. Even uitkijken. En dan ook nog een scout, als er nou ponies waren, oké. Dan kon ik ermee leven, maar dit... Hey. Woehoe, someone joined our channel. Zo, dat is een ban. Ja. Opname channel joinen. Op donderen, kutpilootwagen. Someone just left this channel. I feel sad. Is die nou weggegaan zonder wat te zeggen? Ja. Is die wel geband? Nee. Waarom niet? Dan moeten we duidelijk op... Moeten we ik sta in Londen, mensen. Ik kom er nu aan. En ik sta op Harwich. Ik ga kijken welke vraag het beste is. Harwich? Oké, dan gaan we daarin schepen. Ja, want dan rijden de onderste moet je hebben. Ja, doe ik ook. Het is dat ik dan momenteel... Dan moeten we weer even wachten tot dat konvooitje compleet is. Dat, ik ben er. Dat Thomas hier ook is. Ja, ik ben er. Ik moest in mijn... Even kijken, gaan we linksaf. Oh nee, dan moet je tegen verkeer inrijden. Het is altijd even wennen voor mij, even. Oh ja, even. Ik koppel mijn trailer hier ook heel erg snugger af. Ja, dat is lekker handig. Maar inderdaad, kijken ze jullie nou afvragen van... Ja, jij stopt ook gewoon voor rood, oh, hè? Nou rij ik weer verkeerd. Oh, gas geven! Maar als jullie willen vragen van, wanneer komt er een keer een convoy? Convoy is natuurlijk in een livestream. Het en een is livestream, ook ja. Zo'n mongol, hè, die Michael. Gaat toch pakken aan de verkeerde kant. Oh! Lummel. Komt iemand aan? Ja, ik weet het. Ja, komt iemand aan. Ik ga toch al aan de kant. Michael. Mijn motor is defect. Ja, mijn is ook. Nou, gaat komt dat door die klerenauto's? Thomas weer een rondje van de zaak doen. Dus. Pas op, kom invoegen. Pas op, ik ben een kamikazechauffeur, dus ik rij overal tegenaan als het kan. Nu aan de goede kant rijden, Michael. Appa, echt. Ja, Thomas die rijdt ook nog een rondje. Ja, zo hebben we tenminste weer afstand van elkaar. Nou, zwaailampje uit, knipperlicht bedoel ik. Zo, ik zet de cruise control weer aan. Ja, alleen op welke snelheid geen idee, maar ik ben niet zo snel met optrekken, want ik heb nog een heel oud Scaniaatje. Nou, ik hij is eigenlijk nieuw, maar niet zo sterk. Oude, maar je hebt hem gewoon niet geüpgraded. Kan niet, want ik ben geen hoge level, dat is het probleem. Mijn is zo'n 37, maar mijn is net overgegeven. Nee, want ik speel dit legit. Ja. Ik ben geband op GTA, hè. Al hoe lang?
Tot 17e. Werd geld op me gegooid door een kut cheater. Ja, 17e kan ik weer opnemen. Dan ga ik heel veel opnemen, GTA. Maar dat wist ik eigenlijk zo. Dat wordt in nou, plaats van... Nou, bij mij komt er elke dag een video online. Godverdomme, dus ik heb het nog druk. Wanneer? Ja, ik heb het ook nog druk. Grote hopelijk niet gehaald, s'avonds, Mr. Gamer met gevoel. Zeg je allemaal. Hopelijk ga je niet GTA s'avonds opnemen. Meestal wel, ja. Godverdomme, ik weet niet mee. En maar Michael, moet jij nog naar school vandaag? Ja, tuurlijk. Dat is kut. Je zal maar 3 maanden vakantie hebben. Ja, jij bent een of andere godsje met examen. Volgend jaar ga ik jou uitschelden, dat is kut. Een jaar daar... Hey, ik ook. Hoe ga je volgend jaar ook examen doen, Rick? Ja, ik zit volgend jaar het examenjaar. Ja, in zoverre jij een examen hoeft te doen, maar oké. Dat is de vraag. Dan, praktijk? Ja, hij zit op zo'n mogolenschool. Ik zit op praktijk. Onderwijs, dan krijg je een certificaat, toch? Kom een certificaat. Ik ga ineens een examen te doen. Nou, ik krijg later dat jij dan zoveel maand vakantie hebt als ons, hoor. Nee. Hij niet. We krijgen gewoon al 3 maanden eerder vrij, joh. Of jullie dan, hè. Dan is de volgende jaar ik ook. Zo, nou vlammen we lekker door. Motordefect. Godver... Jij ook al? Ja. Dat is wat gaan jullie nu? 105. Ik rij hier nog niet eens. Ik denk Kenny sneller. Ik bijna 100. Mag maar 80. Ja, ik rij hier 100. 97 mag je hier. Ja, dus 100. Ik rij nu 93. Ik rij nou 2 km per uur. 2? Dat vind ik knap. 2 km per uur. Godverdomme, die motor schakelt weer uit. Schrik het niet. Ja, maar jij hebt gewoon een kut trick. Nee, joh, grapje. Hé, hey, moet jij zelf ook zeggen met de laagste motor? Nee, dat niet. Wat voor dingen heeft hij? Een kut? Ja, kwalitatief uitermate teleurstellende truck. Hey, Thomas, ik heb precies dezelfde auto als jou, hoor. Hey, jij rijdt echt asociaal, Rick. Ik weet niet of je ooit je rijbewijs wil halen. Je moet altijd rechts rijden, ik weet niet van Hij ging slingeren als een debiel, joh. Kamikaze chauffeur 2.0 ontvangen. Met Logitech. Ja, met zijn G27 first time. 29, lul. Oh, 29 dan. Is dat beter? Veel beter. Beter, hè? Ook veel duurder. 95 km per uur om het ding, hoor. Hij is gewoon te skeer. Nee, nog eentje verder. Hij is gewoon skeer om te doen, om hem gewoon zelf te kopen. Hij gaat eens kijkers vragen hoe wat. Nee, die vet die kwam uit zichzelf en die doneerde uit zichzelf geld. Wow. Ik heb nooit voor doneren gezegd. Wow. We zijn, Thomas, we zijn Michael voluit deel kwijt. Ja. Dat noem ik nou een idioot. Oh, dan heb je mij nog niet zien inhalen, hoor. Nee, ik vraag ook niemand ernaar. Het zou wel chill zijn, maar... Nee, nog even verder. Oh ja. Moet nog 24 kilometer. Nog 35 kilometer. Maar de vraag is of we normaal daar krijgen, maar ik hoef onder schade te rijden. Hoezo? Nou, dat lukt mij ook niet meer, dus ja. Nee, mij ook niet, dus dat scheelt. Ik loop straks aan in hier op Thomas. Nou, reis niet zo hard, joh. Wat? Wij gaan 145, dan moet ik alleen remmen hier. Flink de remmen? Wat? Wat zeg jij? Ik kom. Als dit maar goed gaat. Oeh, net goed. Ik kon hem net onder controle houden. Kamikaze chauffeur rijdt achter Thomas. Uh-oh. Kijk, je hebt 80, hoor, man. Ik rij nog 104. Oh, ik ben wel aan het optrekken. Ik kom even langs Thomas. Londen ontdekt. Nou, wat mooi. Londen niet gediscoverd. Nee. Waar rijden jullie helemaal dan? Ja,
Ik heb gewoon aanwijzingen gegeven, ik zie Michael ook rijden. Ja, maar jullie rijden me om. Maar hier even via de garage, of daar even bij de garage neer, niet ofzo. Ja, ik moet hem bij een vracht afleveren. Ja, maar daarna, dan kan Thomas doorrijden naar de garage. Wil je mijn motor kapot? Oh, dat heb ik nou net gehaald. Oké, even wachten. Zo, hij gaat nou steeds meer stotteren. Kom op, even nog. Een paar kilometers. Nog één. Thomas, die deed maar zelf een autootje, moet je hem ook nog lossen. Moet jij hem hier ook lossen, Thomas? Helemaal niet lossen in Londen. Waar dan? Duitsland. Aberdeen. Oh, is ook Engeland. Mijn truck is nou, mijn trailer was toelaatbaar. Kut video. Ja. Wees nou eerlijk, waren we serieus of waren we serieus? Maakt toch niet uit? Nee, dat weet ik Dit niet. Vinden mensen het leukste om te kijken hoor. Ja? Ja, bij mij wel. Een beetje noobie doen. Nou, bij mij wel tegelijk gelijk. Hey, ik kun niet rijden. Het is echt niet rijden, man. Je bent echt fucking gay. Je bent echt niet rijden, wordt er dan gezegd. Nou. Ja. En met dames en heren, wat vinden jullie nou leuker? Serieuze gerij of dit? Zoals dit. Roekeloos. Roekeloos. Pardon. Alles is afgepakt. Ik heb voor niks gereden. Godverdomme. Ik ga even naar de service. Dit dat ik een race game ga kopen, dat ik hiermee... Dames en heren, extreem bedankt voor kijken naar deze aflevering. Vergeet het u niet. Yo, vergeet niet te abonneren op NL-trucker. Vergeet blauw duimpje niet omhoog te geven. Laat hier beneden achter wat jullie er nou van vinden. En dan zie ik jullie volgende keer ik ben weer nog terug kut, ik bij weer een nieuwe aflevering ja. Van... wat druk. bij je wat druk. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd. Later.